Waar had er net een rondje rieden om Usmem. De maker van dit Frieske icoon is Gerhardus Jan Adema. Piet Preens had onderzoek naar Adema en schreef een boek over hem. In feite heeft hij het beroemdste, uh, uh, het bekendste beeld maken van Friesland. En dat is dit. Het boek over Adema jet bij drie Utstallings in werk. In het Pierpandenmuseum, Tresor en hier bij het Landbouwmuseum in Jennewoort. Voor u is dat vanzelf hartstikke mooi. Het stiet al heel schoft op uw op uw bucketlist, geeft Adema. Maar toevallig weer de familie direct mee aan de gang en zij is dat het contact ontstien. De uitstalling lit Adema Shen als een alzijdig kunstner. Hij schilderde, hij wie een houtvikker, hij kon beeldhouden, hij hij kon alle disciplines van, van het kunstvak. En daarmee vinden hem hem toch wel een heel bijzondere kunstner. Adema hier op archiefbeeld, kwam te versterren in 1981. Jin 80. Neversprings had hij een hele eigen stijl ontwikkelen die het ongewone weer fascineert. Hij was zit uh, te perfectionistisch en uh, dat kist ik zien aan, aan dit beeld. Er uh, binnen net uh, roge dingen hoor. Het is uh, mooi polijst en hij wie gek op uh, schuurpapier. Dus het moest alweer uh, glanzend wezen. Het moest afwezen. Van deze vreid is het werk van Sien in een musea. En wat is nou het topstick? Hij heeft een hele goede beeldhouwer, daar ben ik een hele mooie ghistenbeeldend mooie binnen. Maar ik de sjees die je je ziet, had er heel mooi beschilderd, er zijn hele mooie ghistenkapjes zitten ertussen. Dus een echt topstick de net, maar als dan toch iemand een dan is dat wel de ploeggang, denk ik. Dat ben Vief Hinders, maar een ploegdrio is erbij, Oorlmeter lang, en, en dat is in ieder geval zijn topstick, denk ik wel.